Archieven in gevaar, behoud van Caribisch erfgoed. Dat is het thema van een driedaagse conferentie die vanmorgen is geopend in de banquethal van Hotel Turarica. De organisatie ligt in handen van de Caribbean Archives Association, CARBICA, in samenwerking met de Surinaamse regering en de Internationale Raad voor Archieven. De officiële opening is gedaan door minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken. Volgens Rita Chinfu, nationale archivaris van het Nationaal Archief Suriname, zijn voor het eerst zoveel experts bijeen in Suriname om de noodmaatregelen te bespreken als reactie op extreme weersomstandigheden. Of particular importance will be the introduction of the Caribbean Heritage Emergency Network, CHEN, a grassroots network of preservation experts committing to the safeguarding of cultural heritage. And later in the morning, we will introduce CHEN. Furthermore, we have a roundtable on discussion that will be held tomorrow to examine concerns such as migrated archives and reparation. And for the very first time, representatives from the Caribbean will have a discussion on migrated archives with their colleagues from Europe. Today, later in the afternoon, we also have a panel session and also a workshop on community archives. Last but not least, CARBICA has dedicated this conference also to various existing approaches to archival education in the region. Minister Noor-Salim is zeer onder de indruk van het werk dat zo'n kleine organisatie als CARBICA heeft weten te verzetten op het gebied van archieven. A glance through the list of presentations, panel and roundtable discussions for the next days reveals that CARBICA has thought a lot about the way to approach archives at risk in the region. Not only the physical threats on archives are being addressed, but also the intellectual threats, such as the availability of archival education, access to migrated archives, and the creation of preservation of community archives. Mike Noor-Salim, minister van Binnenlandse Zaken, was dat vanmorgen bij de officiële opening van de CARBICA 11-conferentie. Het is een driedaagse conferentie met als thema Archieven in gevaar, behoud van Caribisch erfgoed.